De laatste gastpresentator voor vanavond, meneer Tony Corsari. Waarom zijn de banaantjes krom? Waarom zeg ik mee? Waarom? Is die twee niet uit te leggen? Omdat vele mensen zeggen dat die drukjes zonder piek gewoon er geen beetje zit. Tony Corsari. Tony, hartelijk welkom. Na 34 jaar, twee maal na elkaar op het scherm. Betekent dat een nieuwe start? Nee. Ik hoop dat het nu de laatste keer zal zijn. Alhoewel ik denk dan direct aan James Bond. Never say never again. Gevaarlijk. Vooraleer dat wij u vragen om de categorie voor te stellen voor de tv-persoonlijkheid van het jaar, wil ik u eerst nog iets aanbieden. De organisatoren hebben beslist aan u een bijzonder trofee te overhandigen voor u. Hele tv-carrière. Alsjeblieft, een bijzonder gouden oog buiten wedstrijd van de organisatoren van dit gala. Mooi stuk, hè? En dat mag ik vanavond mee naar huis nemen. Dames en heren, ik ben blij en gelukkig. Ik ben blij in de eerste plaats omdat ik toch op 71-jarige leeftijd er weer in geluk ben met nieuwe schoenen aan deze vuile trap hier af te komen zonder te struikelen, want het is niet voor te lachen. En ik ben ook gelukkig met het applaus dat hij meegegeven heeft. Dat was geen applaus meer, dat was een ovatie. En eigenlijk om dan heel beleefd te zijn, zou ik nu diep moeten buigen om u te danken voor al de eer die u mij aandoet, maar dat buigen, daar zult u toch een beetje moeten naar wachten. Het zal niet voor deze keer zijn. Niet dat ik met jicht geplaagd ben of dat ik een zenuwscheut in de rug heb, maar ik heb zoals de meeste heren hier in de zaal een gehuurde smoking aan. En ik ben maar altijd bang met een diepe buiging dat die naden zouden loskomen en u ziet dat effect en plotseling sta je daar in een vierstukspak. In de plaats van het heel simpele deupjeske waarmee je opgekomen bent. En ik zie dan ook de gevolgen in een persjournalist in de coulissen. Klik, 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 klik. En een maand later, op de cover van Playboy, exclusief, 6 pagina's nooit geziene foto's, Tony Corsari in zijn intiemste lingerie. Nee, dat weet ik niet hoor, dat moet hij van mij niet verwachten. Maar ik denk dat het precies is, omdat ik 34 jaar lang de mensen niet meer lastig gevallen heb, dat ik vandaag deze mooie dinges hier in de wacht mag slepen. Dank je vrienden. Dank je vrienden. Ja, Tony, dan nodigen wij u nu uit om plaats te nemen in de set, want daar moet het nu gebeuren. De voorstelling van de genomineerden in onze laatste categorie, de tv-persoonlijkheid van het jaar. Dames en heren, vroeger deden wij, in de pioniersjaren van de televisie, wij deden alles zelf. Of beter gezegd, we moesten wel alles zelf doen. We schreven zelf af en toe een scenariootje, we schreven onze teksten, we zongen onze eigen liedjes, we brachten onze eigen boterhammetjes mee naar de studio. Maar het was in die tijd ook allemaal veel gemakkelijker. Want televisie stond in de kinderschoenen en mensen die naar tv keken, die wisten niet wat tv was. En mensen die tv maakten, die wisten het ook niet. Dus men mocht af en toe wel eens een foutje maken. En hoe zou ik zeggen, er was geen concurrentie. En het lelijkste woord ter wereld, kijkerscijfer, dat was toen nog niet uitgevonden. Nu zijn de zaken wel een tikje anders. Die liggen anders, want ik kan me voorstellen dat de programmamakers van tegenwoordig, dat die uit een zeer speciale hout moeten gesneden zijn om nog genomineerd te worden voor die fameuze persoonlijkheidsprijs van de tv die wij nu gaan uitreiken. En er zijn natuurlijk weer 4 kandidaten. Even lezen om mij niet te vergissen. Ja, het gouden oog in deze categorie ging vorig jaar naar de eerste genomineerde van dit jaar. Het is een veelzijdig talent, want hij zingt, hij presenteert, het is een charmante jongen, ik weet niet wat voor kwaliteit, hij acteert ook zeer goed. Een jaar lang ging hij te raden bij de familie, die stuurde hem de woestijn in, hij kwam ervan terug, maar toch weer met enkele kilo's minder.
En ik denk dat ik al genoeg overgeklapt heb. Zand erover nu. Koen Wouters. Koen Wouters, dames en heren, is de Peter van de zoon van genomineerde nummer 2. Maar ze zijn geen familie van elkaar. Als je haar op het scherm bezig ziet, want het is een dame die we nu gaan aankondigen, dan denk je soms van wel, ze zouden kunnen broers en zusters zijn, want ze hebben dezelfde gedrevenheid, dezelfde uitstraling, hetzelfde stuitergehalte en dezelfde aaibaarheidsfactor. Dat is nogal iets, hè? Dames en heren, u kent ze zeker, Ingeborg. Genomineerde nummer 3, dat is een recordhouder. Ik zou niet durven beweren dat het een wereldrecord is. En het is nog niet gehomologeerd, ook niet. Maar op dit ogenblik verzamelde hij maar liefst 13, en het kan ook al 14 deze avond geweest zijn, 13 gouden ogen. Hij werd 2 maal de persoonlijkheid van het jaar. En ik zou dat niet mogen zeggen, maar hij is ook mijn favoriet. Al was het maar omdat hij me over een week... Misschien wel niet de allermooiste momenten van mijn leven, maar toch een van de mooiste momenten van mijn leven heeft gereserveerd. En daarvoor dank ik hem hartelijk, Luc Appermond. De laatste genomineerde, die verhuisde vorig jaar van de openbare omroep naar VT4. Dat is natuurlijk zijn volste recht, maar hij stak het niet onder stoelen of banken. Hij deed het voor de poen. En wanneer ik zeg, deed het voor de Pre ook wel, maar dat is meer zijn kameraad en programmamaker Bart de Pre. Hij kwam niet alleen naar VT4, hij bracht een heel stelletje tippetjes mee. En toen de mensen van VT4 die zagen afkomen, toen riepen die uit, woesje, wat krijgen we daar? Maar u weet al lang over wie het gaat, dames en heren, Chris van den Durpel. En nu ga ik erg origineel zijn en u zeggen, ladies and gentlemen, and the winner is Koen Wouters. Ik zou enerzijds willen zeggen, ja! Maar anderzijds, dit is de categorie die ik het moeilijkste of het vervelendste vind, want zo tv-persoonlijkheid van het jaar en dan kijkt je rond u en dan ziet je Carrie Goossens zitten en Goedele zitten en Dirk Sterk zitten en enfin, ik kan wel blijven opzommen, want er zitten redelijk wat persoonlijkheden tussen. Er zijn er ook een paar die er niet bij zijn, die ook persoonlijkheden zijn en die ik erg mis nog altijd. Die veel betekend hebben voor mij, voor mijn tv-carrière. Dat zijn Mike en Guido, die mis ik ook nog altijd, zijn ook nog altijd persoonlijkheden. Maar dan ook, ik zal mij de vraag niet stellen van terecht of niet terecht. Ik zal dat aan andere mensen overlaten en er heel erg van genieten. Bedankt allemaal om aan mij gedacht te hebben en een gezellige avond nog. Met Koen Wouters als tv-persoonlijkheid van het jaar 97 kennen we nu alle winnaars van dit 10e gala van het Gouden Oog.